Beste studenten, uh, welkom bij een filmpje waarin ik de opdracht beschrijf. Uh, waar jullie aan, mee aan de slag gaan is een, uh, eigenlijk een digital twin van een ventilatorwip. En, uh, ik ga hem gewoon eerst eens even runnen. Dit is, je ziet hier fancy so not working en fancy so working. Uh, en ik run even degene die werkt. Als ik hem run, dan zie je dat er hier een uh, Simulatie is van een, zo, een zogenaamde ventilatorwip. Nou, wat is dat ding? Het is een soort wip. Daar gaan jullie uh, uh, na deze opdracht gaan jullie er ook echt een praktische mee doen. Aan de ene kant zit een ventilator. En uh, als je die ventilator harder zet, dan gaat de wip omhoog. Zet je de ventilator zachter, gaat die naar beneden. Uh, nou, wat heb ik gedaan? Uh, ik heb dit nagebouwd in de, de hele fysica en de dynamica van het systeem, heb ik nagebouwd in een in model. Uh, dat heb ik geprogrammeerd. Niet per se heel mooi, beste studenten. Zich, dus probeer niet te, te veel op de code te letten. Dat is echt niet naar de standaarden van, uh, van jullie opleiding. Ik heb vooral oude code gepakt die ik al eens een keer geschreven heb en uh, die aangepast. Maar wat doet die code? Ik ga hem nog een keer runnen. Uh, om, uh, dat je goed kan kijken. Uh, wat je ziet is, ik heb bij deze code heb ik een PID-controle ingebouwd. Het is dus in het begin wat je dan ziet is dat hij zijn i-waarde, dus zijn error sum eigenlijk, aan het opbouwen is. En in het begin, de eerste 30 seconden of zo, heeft hij dit als setpoint en, en daarna heeft hij dit als setpoint. Dus nu zit hij op dit als setpoint. En je ziet dat hij eigenlijk heel mooi stabiel is. Dus dat gaat allemaal heel, heel aardig. Uh, en wat je nu ziet is, gaat hij naar het volgende setpoint. Nou, hartstikke leuk. Ik ga jullie... Niet in detail uh, laten zien hoe mijn code werkt, maar jullie hebben, krijgen deze code waarbij ik een stukje eruit gesloopt heb. En dan gaan we naar het stukje waar de magie gebeurt. Oké, okay, ik laat hem ondertussen gewoon lopen. Dit is namelijk het stukje. Hier moeten jullie iets gaan doen. Uh, wat ik nu erin heb zitten, ik zal hem nog eens opnieuw uh, aanzetten, is een simpele. Uh, thermostaatregeling. Wat wil zeggen dat als je onder het setpoint zit, gaat de ventilator aan. Gaat hij erboven, dan gaat de ventilator uit. Nou, Je ziet wat er gebeurt. Zo instabiel als de pest. Uh, en je ziet dat ik dat, hier, oh, sorry, dat ik dat hier op deze manier heb geprogrammeerd. Dus je ziet na 30 seconden, dan wordt de setpoint anders. Hier heb je die error. Hier zie je. Ik heb wel iets met self-error pref en sum heb ik wel aangemaakt, maar die, ja, dat klopt natuurlijk nog helemaal niet. En wat hier staat, klopt ook helemaal niet. Dus dit werkt niet. Dus jullie moeten deze rij regels code verzinnen door iets anders. Nou, spoiler alert. Eigenlijk geef ik het in het uh, filmpje. Geef ik het uh, weg hoe je dat moet doen hè, bij het, het vorige filmpje over PID. Van hoe, hoe je dat nou programmeert. Wat dan nog spannend is, is dat je dan de KP, de KI en de KD moet uh, kiezen. Um, nou als eerste alvast, uh, jullie zijn misschien gewend dat de KP 0,1 is of zo, maar dat hangt helemaal af van hoe jouw systeem is opgebouwd. Uh, stel dat ik een ander type sensor uh, erin stop, uh, dan uh, kan het zomaar zijn dat je KP uh, bijvoorbeeld 10.000 is of 0,001. Uh, dat zegt niet zoveel, de echte waarde van die KP, KI, KD. Nou, spoiler alert. Als je dit netjes programmeert, zul je zien dat je redelijk hoge KP, KI, KD. zeg maar rond de 100 of zo uh, moet gaan hebben. Nou, wat je dan doet, is eerst de KP instellen. en dan zul je zien dat die gaat oscilleren. En dat komt er ook niet. En dat is omdat dit ding kan maar van 0 tot 100. en je wil eigenlijk dat die een beetje soort, uh, rond een evenwicht setpoint gaat regelen. Nou, daarvoor ga je ook de KI instellen. Dus de KI ga je wat hoger maken, de KP ga je wat hoger maken. Misschien allebei zo rond de 100 of zo, iets in die geest. En dan zul je zien dat die instabiel wordt. Uh, en dan door de KD met de KD te spelen kun je zorgen dat die instabiliteit minder wordt. Nou, dat is de opdracht. Dus dat bestaat eigenlijk uit twee stappen. Ten eerste zorgen dat je in dit stukje hier de juiste softwareregels zet. En wat je daarnaast moet doen is zorgen dat je... Uh, de KP, de KI en de KD instelt. Dus dat is een beetje de opdracht. Uh, ja, volgens mij uh, heb ik zo het wel gehad, dacht ik. Nou, veel plezier ermee.